je moet één been optrekken en dan omhoog zetten. Dat is een regeltje. Ja, maar ik kan mijn voet nergens kwijt. Ja, nou rustig blijf. Geef je ze zeker een koentje. Ja. Nou, zeg. Doe niet zo idioot. Ja, hoor eens, Roos. Kan je geen koentje geven zonder je aan te raken, hoor. Oh, laat maar. Goed zo. Nou, dat viel mee. Oké, volgende. Blijf je maar een cent. Ja, kom op, laten we de eerste dames maar even helpen. Hè? Oh, mijn best. Lieke, Joyce. Nee, ik ga wel. Wil je ook mij geen kontjes te geven, hoor? Ik blijf voor de zekerheid wel even bij je in de buurt, hoor. Oh, jij bent een Joyce, ja. Nou, jij ziet er uit alsof je dat wel kan. Ja, hartstikke. Hopsakee, goed zo. Ja, beentje erbij. Ja, het gaat goed, het gaat goed. Ja, ja, voorzichtig, hè. Ja, oké, je moet nog langer mee. Ja, kom maar. Nee, je bent er nog niet. Ja, nog eventjes, een klein stuk. Ja, kom maar. Oh, ja, hier. Oh, ja. Ja, kom maar. Zo, dat viel mee. Wacht even. Lieke! Gooi je tas anders maar vast even, dat scheelt weer. Oh ja, dat is wel een goed idee. Top! Roos! Hoppa! Kom maar, meis! Ja, kom maar. Daar! Ja. Waar zijn de toiletten, Pieter? 15 kilometer verderop. Rapjas. Het lukt wel, kom maar. Kom maar, laat die hakers los. Nee! Ja, joh, kom nou. Wij helpen je wel. Oh jee. Je rug. Kom maar. Ja, goed. Hé, hey, help eens een beetje. Help! Hallo. Laat me los. Roos. Wat doe jij, Willem? Niets, echt niet. Ja. Roos, hij echt niks. Hij staat met zijn handen in zijn zakken. Ja, ik had het kunnen weten. Vooruit, help er nou even. Roos, mag dat van jou? Zeker. Nee, dat is Arjen. Letterlijk en figuurlijk op dit moment. Gelijk heeft hij. De toiletten zijn 15 kilometer verderop. Ja, we hebben er ook. Gaat het, Lieke? Moet er gereanimeerd worden? Ik verklaar me bereid. Nou, zie jij eerst maar eens dat je boven komt. Nou, geen punt hoor. Ik ben net een steenbok. Zie jij me eerst, Arjen, dan kan ik je misschien nog een zitje geven. Oké, dan kom ik. Ja, je gaat goed. Zie je wel, na zo'n zware dag. Joh, dat wordt hartstikke goed. Nee, heel goed hoor, heel goed. Zo. Dat viel mee. Je hebt helemaal gelijk, Willem. Flaartje van de Sint. Nou vriend, nu jij. Doe me denken aan mijn diensttijd. Tijgeren en buffelen en tegen een muurtje op. Oh, ik was overslaanbaar. Nou, je moet nu niet tijgeren, maar steenbokken of gemsen of weet ik veel. Ja, gaat het likken? Oh. Moe? Grappert. Dat lopen, dat ging er wel, maar die klote partij. Nou goed, Ik ben zwaar tegen. Ja, dan gaan we eerst maar even de tent opzetten. En daarna, ik heb er al twee gebaat. Eén gebaat hier al. En daarna gaan we de taak even verdelen. Ja? Ja, maar waar zijn die toiletten nou? Naast het bubbelbad. 15 kilometer verderop. Heel leuk. Maar ik bedoel de dichtstbijzijnde toiletten. Oh, 15 kilometer? Huh? Ja. Maar hoe moeten we dan? Ja. Nou, ik gok hem in de natuur. Dan loopt een beekje naar verder. Oh, nee. Nee, in dat beekje mag je wassen. Jij mag er niet zwemmen. Maar het deponeren van uitwerpselen is ten sterkste verboden. Ja, maar waar moeten we dan onze uitwerpselen deponeren? Moeten we ze soms opeten? Oh, wow, alsjeblieft. Ja. Ik ben al een beetje misselijk. We graven een kuil. Godverdamme. Nee, we laten dan de schop laten we erbij staan. Iedereen die iets gedaan heeft. Je gooit er een schepje aarde overheen. Nou, en als we weggaan, gooi we het gat weer dicht. Ja, nou, en hoe zit dat dan met onze privacy? Ik bedoel, ik wil wel een beetje op mijn gemak. Zeker niet afgaan voor de ogen van de ander. In de dubbele betekenis. Ja. Grapje. Huh?
Nou, zo grappig vind ik dat niet. Nou ja, we kunnen er wel iets op verzinnen. Laten we eens even denken. Oh, ja, de closetrol. Die geven een hele prominente plaats. En als je dan naar de wc moet, dan neem je die wc-rol mee. En de andere weten dan dat de wc bezet is. Maar dan mogen we ook wel afspreken dat die rol ook, of die kuil alleen maar met die rol betreden mag worden. Huh? Ja, geloof mij, anders is dat weer een reden voor mensen om te gaan gluren. Leer mij de kerels kennen. Ja. We hebben het thuis toch niet nodig, hè? We zijn toch allemaal volwassen? Nou, dan ken jij Willem nog niet. Trouwens, waar is die eigenlijk? Lukt het niet? Jawel hoor, ik zal je wel even helpen. Ja, fluitje van de cent toch? Ik help je wel. Nou, dat hoeft niet help hoor. Dat hoeft niet. Willem is een echte klimgeit. Toch, Willem? Oh, ja. Oh, ja. Goed. Nou, hij is te door. Ja. Oh. Het is net een tankverlossing. Gaat het, Willem? Ja. Lijkje van een zet. En hoeveel helpen hoor. Nou, ze wilden waarschijnlijk dat jij voor het donker boven zou zijn, vandaar. Ja. Goed. Wat nu? Nou, ga allemaal eens even lekker zitten, hè? Op je gemak. Ja. Ja. Het is weer eens wat anders dan een chaiselongue. Ja, nou. Ik moet jullie allereerst een compliment maken, hè. Nou, voor die eerste dag valt niet mee als je het niet gewend bent. Door al dat ruwe terrein, hè, met die klimmetjes en al die hitte ook, was het niet makkelijk. Maar op sommige bestemmingen hebben we ook hutten. En daar zijn dan wat meer faciliteiten, hè. Maar vannacht, ja, vannacht wordt het primitief kamperen. En dat is toch een echte werk. Ja, mijn idee. Nou, goed, daar zijn er wel heel wat klusjes te doen. De tenten moeten nog worden opgezet en niet mee, zoals ik al gezegd heb. En er moet hout geschoffeld worden voor het vuur. En er moet een maaltijd moeten bereid worden. En er moet een latrine gegraven worden. Dus wie wil wat doen? Een latrine? Wat is dat nou weer? Als wij die nou eens saampjes gaan graven, dan kan ik je meteen laten zien hoe je moet gebruiken. Het maakt mij niet uit. Ik wil alles wel doen. Okay. Laat mij de tenten maar doen, dat is toch een handigheidje. Oké, nou, Willem doet de tenten en wie helpt jou? Ik help wel. Goed, nou, en de latrine? Oh, die doe ik wel. Oké. Dat is toch geen vrouwenwerk, Joyce. Kom op, zeg. Zullen wij het samen doen? Ik vind het prima. Nou, kijk eens aan Roos, dan blijven wij over voor de maaltijd en het sprokkelen. Nou, Tom Picasso of Tour de Nudo Rossini? Goed, hoor. Daar is een schuurtje, hier verderop, hè? Ja. Ja, en in dat schuurtje is wat gereedschap en wat pannen, drinkwater en dergelijke. Dus daar kunnen wij mee aan de gang, hè, George? Harding? Ja. Nee, wacht even dan. Mijn god. Wat voor vakantie gaat dit worden? Jij wilde eens een keer wat anders. Ik had best wel een keertje naar Marbella gewild. Nou, ik heb wat over voor een licht zo lang zwembad. Met een overheerlijke cocktail die dan door een spetter van een Spanjaard met een betoverende glimlach zo voor me wordt neergezet. Wow. Als wij straks in dat tentje liggen, wie weet hoe romantisch dat kan zijn. Doe ik daarmee? Niks. Nee. En als je dan deze kant op gaat, hè, daar verderop, langs die struiken. Ja, kom maar, Arjen, dan kan je het zien. Daar verderop, bij het beekje, daar is de grond wat minder hard. Daar kun je makkelijk graven en dat is ook helemaal uit het zicht, hè? Oké. George? Ga je mee? George? Hallo, George. Ja. Oké, nou. Goed. Ja. Oké, nou. Dan ga ik ook maar wat doen. Ja, laten wij maar eens even, trouwens in het schuurtje, daar ligt allemaal blikken en dergelijke. Ja, dat daar ligt ook trouwens hout en daar kunnen we dan wel op stoken, weet je? Ja, dat stoken we maar bij elkaar. Nou, dus even kijken. Ja. Wat jij nu even werken? Ja, dat is heel makkelijk hoor. Dat zal ook wel, ja. Maar ik heb deze eigenlijk nog nooit gedaan. Wij hadden vroeger een dwarsslapertje en dat was heel gemakkelijk. Gewoon doek neerleggen, tentstokken erin, aanspannen en klaar. Maar dit hier? Het spreekt eigenlijk voor zich. Het zal ook wel, ja, maar ik maak me van tevoren
altijd heel erg zenuwachtig over alles. Ik ben eigenlijk altijd bang dat het me niet gaat lukken. Daar heb ik nou nooit last van. Faalangst heet dat toch? Zoiets, ja. Het is vrij lastig. Is even wat anders. Plaatsen wij de tenten met de opening naar elkaar toe of nou juist van elkaar af? Och, Rut, ik heb geen idee. Wat denk jij? Ja, voor allebei is iets te zeggen natuurlijk. Ja, maar ik zie er eigenlijk maar drie. Moeten het er geen vier zijn? Vier? Ja, één voor jou en Roos, één voor Arjen en mij, één voor Pieter en één voor Joyce. Misschien gaan Pieter en Joyce wel samen. Nou, het is toch geen stelletje? Nou in. En anders offer ik me wel op. Hoe bedoel je? Om bij Joyce te gaan slapen als Pieter dat niet zou willen. Maar dan moet Roos bij Pieter. Kan jij niet beter bij Pieter gaan slapen? En Roos en Joyce dan samen? Ik bij Pieter? Ik ben niet kwalijk hoor. Ik heb niets tegen onze rits hoor. Maar ik vind het nou niet bepaald opwindend. Het is alleen maar om te slapen toch? Ja. Nou, ik associeer samen met iemand slapen. Toch ook wel met hele andere dingen. Nou. Jij niet toch? Nee. Ja. Jij houdt ook wel van een beetje rollen. Het ziet er best wel lekker uit hoor, al zeg ik het zelf. Heel gewoon. Oh. Zo gewoon vind ik jou niet. Ik zie dat jullie nog niet erg opgeschoten zijn met het tentje, hè? Dan zal ik wel even helpen. Lieke, oh. Als jij het nou even geen pak, kun je stoppen met dat gat daar. Ja, het hier. Oh. Ja, precies. Zo moeilijk is het niet, hè? Nou, kijk, daar zie je het tentje daar, ja, dat moet je insteken. Ja. Zo, het is zo simpel. Ja, joh, vluit je gewoon eens eens. En dit is binnententje, ja. Hè? Kijk, zie je wel. Hel, ja. Zo. Oh. Ja, en die moet er even heen, hè? Ja, ik zie het. Nou, kijk, joh, voordat je weet het. Ah, deze tentjes zijn zo makkelijk. Ja, het is heel makkelijk. Zeg, Pieter. Ja? Waar heb je Joyce, waar heb je Roos eigenlijk gelaten? Toch niet in een afgrond geduwd? Nou, Willem. Willem, die is nog aan het sprokken. Nou ja, je weet maar nooit. Mm-hmm. Ik heb eens een keer een film gezien. Ik weet niet meer hoe die heet, maar het was er eentje met Sidney Poitier. Oh. En het ging over een moordenaar onderdood in een gezelschap dat onder leiding van een vrouwelijke gids verbergde. Tijdens die tocht werd hij achterna gezeten door Poitier en die vriend van de gids. Oh. En vermoordde hij steeds meer mensen uit die groep. Afschuwelijk! Fantastisch! Ja, een fantastische film was dat. Die moordenaar, die had als handelswerk dat hij iedereen door één oog schoot. Willem, hou op alsjeblieft, zo kan ik de hele nacht niet slapen. Hou je ogen dus maar open, meisje. Uiteindelijk kennen we elkaar geen van al hier. Willem, ik word hier echt dood nerveus van. Ja, alsjeblieft. Dood nerveus! Dat is nummer twee. Nou, Pieter, ik denk dat ik beter Roos kan gaan helpen met het sprokken van haar. Ik ben geloof ik niet zo handig in die teentjes. Nou, je doet het anders aardig goed hoor. Ja, kijk maar, er staat een teen. Moordenaars hoeven niet altijd mannen te zijn, hoor Lieke. Oh ja. Ik bedoel maar. Maar maak je maar geen zorgen hoor. A. Ik ben geen moordenaar. En B. Heb je veel te lekker kontje om uit de weg geruimd te worden? Je moet u niet zo plagen. Ik geef alleen maar wat complimentjes. Om de zelfvertrouwen iets te vergroten. Nou, ik denk niet dat het werkt. Niks aan de hand hoor, Lieke. Pieter. Ja. Lieke en ik die vroegen ons af wie er nu eigenlijk bij wie gaat slapen. Oh. Ja, omdat er maar drie tentjes zijn. Nee. Deze drie tenten zijn voor jullie, want ik zet mijn eigen tentje altijd bij het schuurtje. Ja, dus niet bij Joyce. Nee, natuurlijk niet.
Maar dan ligt ze wel helemaal alleen in het tentje. Doodeng, ik moet er echt niet aan denken. Nou, ik denk niet dat Joyce daar bezwaar tegen kan maken, hoor. Maar we kunnen het vragen. Ja, goed idee, hè? Ja. Maar we kunnen natuurlijk ook twee dames bij elkaar leggen. Eén van de mannen alleen. Nou, ik dacht eigenlijk... Nee, laat maar. Luidje van de zet, zeker die tent hebben. Ja hoor, hij stond in de hand te draaien. Zo ja, gebeurt. Je zal wel moe zijn. Nou nee hoor, we hebben eigenlijk... Moest jij geen eten gaan maken? Nou zeg, ik heb hout gezocht genoeg om een zesganger diner op klaar te maken. En ik heb pannen gevonden en straks ga ik nog eetbaar zoeken. Je zou een beer kunnen schieten. Beren? Er zitten hier toch geen beren? Nee, natuurlijk niet. Wolf dan. Wolf in poortsaus, dat schijnt verrukkelijk te zijn. Nee, serieus, er zitten hier toch geen wilde dieren? Nee, anders zouden ze ons niet in de open lucht laten kamperen. Nee. Natuurlijk zitten er wilde dieren. Gemsen, konijntjes. Oh ja, dat heb ik gelezen, ja. Maar ja, die schijnen heel erg bang voor mensen te zijn. Die komen echt niet in de buurt van de tent. En slangen. Nee! Ja, die wel wat dingen. Nee, slangen! Nee, maar ik heb een fobie voor slangen. Ik kan echt niet tegen slangen. Ik durf zelfs niet naar ze te kijken als ze achter het glas in de dierentuin zitten. Nee! Help! Wat is er? Slangen! Dat zijn slangen! Zal weer hier? Nou, dat lijkt me sterk. Weet je het zeker? Ja, ik... Ja, kun je me aanwijzen waar je die slang hebt gezien? Kom maar. Nou, ik geloof nooit dat jij een slang hebt gezien, hoor, Lieke. En weet je zeker dat het geen stok was? Heb je hem ook gezien? Nee. Oh. En hoe zag hij eruit dan? Nou, mijn broer had een terrarium van. Ja. Nou, ja. Weet je het zeker? Weet je het echt zeker? Ja. Waarom ga je niet eventjes liggen? Oh nee, alsjeblieft. In dit tentje. Ja. Nee, maar straks zit ik een slang. Rustig, maar kijk, het is helemaal grond op aan dat je er een keer in de steekt, zodat het niet meer kan doen. Dan wil je het helemaal af. Nee, maar je mag niet weggaan. Maar lieverd, ik kan de anderen niet alles alleen laten opgraven. Nee. Ga nu maar. Ik blijf in de buurt. Als je roept, kom ik meteen. Nou, ja. Geen slang. Geen slang. Goed, oh, zo. Oh. Ik zie geen slang, hoor. Ben jullie? Nee. Nee hoor. Nee. Ik heb ook helemaal niks voor hier. En jullie hebben dus ook echt niks te doen. Wel nee. We hadden het gewoon over allerlei diersoorten die hier in de bergen leven. En toen raakten ze ineens in paniek. Ik denk ook niet dat ze echt een slang heeft gezien, alleen de verbeelding. Ja, dat denk ik. Maar blijkt blijft alleen dat zij er wel van overtuigd is. Ja. Ik ken haar, die komt vanavond haar tent niet meer uit. Maar als we die slang nou zogenaamd eens even een kopje kleiner maken? Ja. Goed idee. Ja, ik weet het niet. Ik bevestig wel dat er een slang is geweest. Ja, daar heb jij een. Dus een vangen overzetten aan de andere kant van het water, dat heeft dan ook geen zin. Hè? Nee, maar we moeten toch wel iets doen, hè? Als ze alleen maar zeggen dat we het niet gewonden hebben, dan blijft ze bang, ben ik bang. Toch, Arjen? Ja, moeilijk. Ja. Misschien kunnen we iets verzinnen waar het blijkt dat er maar één slang zou zijn geweest. Eén slang. Die kunnen we dan doodmaken. Of een gehandicapte slang? Ja, zo'n eentje die op deze hoogte gehandicapt is geraakt, die hier dus aan de winter heeft doorgebracht. En dan die er niet terug naar boven kan komen voor de zomer. Dat is een goeie. Ja. Pootje gebroken of zo. Ja hoor, dat is Willem, onze grote humorist. Nee, ja, ik denk eigenlijk dat het best wel een goed idee is hoor, met Joyce. Ja, hè? Nou, denk jij ook niet, Arjen? Ja. Ik zou tenminste niks beters kunnen verzinnen. Nou, goed, dan doen we het zo. We moeten natuurlijk wel een klein beetje toneel spelen, maar het is nog het bedoel. He, dus dan begin ik. We gaan verspreiden, oké? Oké. Oké. Soep hoor. Ja. Hebben jullie al iets gevonden? Nee. Oh, wacht even, ik geloof dat ik iets zie. Oh ja? Haar? Ja, kom maar kijken. Ah, Basile, hij is gehandicapt. Ja, gehandicapt? Ja, verdampt. Kijk maar, Basile. Wat een arm scharminkel. Oh, ja, dat verklaart natuurlijk waarom hij nog hier is. Want die slangen gaan zomers altijd naar boven, omdat er dan veel minder mensen zijn. Snap je? Yeah. We moeten hem uit zijn lijden verlossen. Ja, kom op. Hoppakee. Oh, nee. Boor is dood. We hebben hem, hoor, Lieke. Lieke? Hé,
Sinds die shock. Ik kan niet meteen wat water aangeven. Nou ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Want u hoeft ons niet meer te ontdoen van het denkbeeldige slangenlijk. Dat scheelt weer. Nou, graag. Heb je geen whisky? Haha, Wil. Goh, twee keer leuk op één dag. Ik wil maar water, hoor, Joyce. Ja, ja. En, hoe is het eigenlijk met de play? Oh, nou, we waren een heel eind. Oh. Alleen waren we zat graven, zaten we steeds weer op een stuk rots, konden we helemaal overnieuw beginnen. Ja, 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 ja. En in eentje kwamen we de plek van de vorige weer steeds. Ja, het graven ging wel gemakkelijk, maar we kwamen een aantal verrassingen tegen. Ik wil het niet weten! Nou goed, hoe is het met Lieke? Goed hoor. We gaan nu onze andere klussen doen. Roos? Ja. Ja? Ja, in het schuurtje staan heel veel blikjes. Zoek daar maar iets uit. Oké. Even gebruiken, hè? Goed. Dan zal ik vast eventjes de tenten met haringen vastzetten, Pieter. Nou, dat kun je proberen, maar ik denk niet dat het lukt. Oh, dat is zo vaak gedaan. Oh ja, hoe? Op een rotsbodem! Oh, ja, ik wou kijken of ik door had. Ja, nee. Maar wat nou als het gaat waaien? Nu schuiven we die tentjes zo op als je er alleen maar tegenaan stoot. Nou ja, je moet er gewoon wat steen in leggen, hè, in de hoeken en langs de kanten. Ah, ja. Nou ja, dat doe ik dat wel. Ja, goed. Nou, ja. Goed. Dan gaan we even met de latrine. Fijn stukje graven. Nou. Wat wil je? Witte bonen in tomatensaus, erwtensoep of bruine bonensoep? Ja, dat kan gezellig worden vannacht. Die tentjes die stijgen even in op, ben ik bang. Hoezo? Heb je niks anders? Nee. Nou, ik kan geen keuze maken tussen deze culinaire hoogstandjes. Okay. Ik vind allemaal niks. Dan vraag ik het de andere wel. Ja. Lieke. Lieke. Lieke, ik ben het, Willem. Oh, Lieke, mag ik even binnenkomen? Ik moet een paar stenen in de tent leggen, anders dan waait hij misschien weg. Oh, kijk je wel uit dat er geen slang meer naar binnen komt? Ja, ja. Maak je maar geen zorgen. Blijf maar gewoon liggen. Oh. Hè? Dan kom ik er weer aan. Oh, doe dit die tent. Ja, 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 ja. Maak je maar geen zorgen. Ja, 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 ja. Maak je maar geen zorgen. Zo. Nou, hier kan hij. Ja. Ja, kan er één. Ga ze even opzij. Ja, natuurlijk. Oh, nee, blijkbaar liggen, Lieke. Ik ga wel even over je heen. Dat is beter dan dat je op je knieën zit. Ja. Ja. Wat lief van je, Willem, dat je dit voor mij wilt doen. Oh. Ik hou er eenmaal van om de dametjes te verwennen, hè? Ja, vooral andere dames. Oh, ja, help eens even, Lieke. Ja, natuurlijk. Eén, twee. Ja. Klaar. Fijn, Willem. Reuze bedankt. Ja. Ik maak de rits weer dicht, hoor. Ja, goed. Opgelucht. Hoezo? Hoezo? Hoe durven jullie? Wat? Ik heb alles gehoord. Nou, dat is mooi. Van jou had ik zoiets kunnen verwachten, maar van Lieke? Roos, ik weet niet waar je het over hebt. Oh, denk jij soms dat ik achterlijk ben? Nou, je bent nu echt te ver gegaan, hoor. Ik wil van je scheiden en ik wil naar huis en nu meteen. Al moet ik een helikopter huren om me thuis te brengen, dat kan me geen donder schelen. Maar ik wil geen seconde langer in jouw buurt blijven. Of bij die hoer van je. Hoer? Ja, ja, die zogenaamde zielenpoot daar in die tent. Goh, wat een geraffineerd spelletje heb jij in de takkenwijf gespeeld. Een slangenfobie. Nou, niet alle slangen dus. Nee, wat zeg ik? Wurmpje. Roos, wat haal jij je allemaal in je hoofd? Probeer het maar niet te ontkennen, ik heb jullie op hete dagen getrapt. Getrapt? Ik leg alleen wat stenen in de tent op zijn plaats. Ja.
voor het geval het zou gaan waaien. Er kunnen namelijk geen haringen in de grond geslagen worden hier. Oh, wat goed gevonden. Adrem. Ja. Alleen jammer voor jou dat ik daar niet in trap. Geef me je telefoon, ik wil naar huis. Dit is waar, Roos. Vraag het maar aan Pieter. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Stenen verplaatsen met je rits open. Nou, jij kan geen vrouw met rust laten. Nee. Nee, ik moet niet liegen. Eén vrouw wel. Nee. Roos, ik heb niets met die Lieke uitgehaald. Waarom zou ik dat nou doen? Ik heb jou toch, hè? Ik heb er helemaal niemand anders nodig. Ik maak wel eens een grapje in die richting, ja, natuurlijk. Maar, Roos, als ik seks wil, dan kom ik bij jou. En, nou ja, en als je me afwijst, nog zo net niet. Weet je toch wat ik gehoord heb? Jij probeert gewoon op mijn gevoel te werken. Maar dit keer kom je er niet mee weg. Roos, wat denk je nou? Ik ben precies 3 minuten in die tent geweest. En deze jongen die kan veel natuurlijk. Maar dat zou toch wel een ongekende prestatie zijn, hè? Zeker als je het feit dat ik ook nog eens een keer in die tijd een aantal stenen op zijn plaats moest leggen. Ik geef toe dat ik wel eens naar de dames kijk, ja. Maar meer dan dat is het echt niet, echt niet. Ik hou toch alleen maar van jou, Roos. Ik hou alleen maar van jou. Ik weet niet of ik je nog kan geloven. Ik zal het je vandaag bewijzen. Let jij maar eens op. Zo, nou die klus is ook weer geklaard. Wie moet die kant, zullen we maar zeggen. Pieter, wat doen we met die rol? Nou, even denken. Hier. Kom op. Prima. Maar hier geen zin. Roos. Roos! Nou ja, ik moet even naar het toilet. Vergeet de rosetrol niet. Oh, niet nodig hoor, kleine boodschap. Oh. Ja, toch even weten, meenemen dat ding, dan weten wij dat die kou bezet is. Oh, maar ik vind het helemaal niet erg hoor, als je me komt storen. Ja, maar ik wel. Oké, de boodschap is duidelijk. Kleine boodschap, zei ik wel. Haha, bij de handje. Waar is Willem? Aan de rol. Aan de rol? De closetrol. Kleine boodschap naar het schijn. Ah, interessant. Luister je naar Roos? Roos? Oh, daar word ik nou zo nerveus van. Als mensen zich zo helemaal afsluiten. Oh, als mensen lopen te telefoneren in winkels. Je hoort altijd maar de helft van het gesprek. Je wil helemaal niet luisteren. Nou, dat doe je dan toch. Of als mensen muziek in hun oren hebben. Ik vraag me altijd wel waar ze dan naar luisteren. Dan vraag je dat toch gewoon? Aan een wildvreemde zeker deze, hè? Deze is niet helemaal zo groot. Laat eens kijken. Ik zie niks hoor. Jawel. Nee hoor. Daar. Kijk maar, doe het nog wel een keer. Nou, het is een. Het zit er nog steeds. Kijk maar. Het is een beetje kleiner geworden, maar het zit er nog steeds. Zie je wel daar? Weet je wat? Doe jij het maar. Geef mij maar een afwasmachine. Of een andere vrouw. Dat is ook goed. Zo, hé. Nou, de lucht op. Waar is de rol? Hè? Huh? De rol. Oh shit, vergeten. Nou, ja, jij deze maar vast. Dan neem ik hem al mee. Ik moest toch ook nog even. Oké, nou. Als Joyce dan straks terug is en jullie zijn... Jij bent klaar met de abbas. Dan gaan we eventjes bepraten wat we vanavond gaan doen. En hoe dat allemaal morgenochtend zal gaan. Ja. Oké? Dat afwaswater? Ja. Kan ik dat hier ergens kwijt? Ja hoor, dat kan wel. Hier? Ja hoor. Ja, als ik maar niet de tent in loopt, hè. Oh, ja, dan doen we het wel even. Ja. Nou,
Jongens, ik doe een moord voor een kop koffie. Ja, daar ben ik ook wel naartoe. Ja. Aan moord? Of aan koffie? Ja. Hé, dat is ook stevig. Er staat al een thermoskan vol met koffie. Ja. Of het afgesproken hebben. Hè? Lekker hoor. Ja. Oh, even kijken. Hier heb je wel. Lekker. Ja, lekker. Hé. Hé, jij ook, hè? Ja. Roos, wil jij ook koffie? Roos? Roos! Ja, ik zat net in het mooiste gedeelte. Of je ook koffie wilde? Oh, nou, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Oké, ja. Alsjeblieft dan. En willen jullie ook koffie? Nou, graag. Okay. Is er ook thee? Huh? Als ik nu koffie drink, dan kan ik echt de hele nacht niet slapen. Nee, ik ben bang van niet, nee. Oh. Ja. Nou, dan neem ik wel water. Oké, okay, goed, ja. Allemaal een lekker bakje koffie. Oh, een glaasje water. He? Jullie zullen wel een beetje rozig zijn na zo'n eerste dag in Gods vrije natuur, hè? Ja, nou ik wil dan ook adviseren dat jullie vanavond niet zo laat gaan slapen. Want morgen moeten we weer 15 kilometer, hè? Oh. Ja, het wordt nog heter dan vandaag. Oh. Ja, en ik wil toch wel graag rond het middaguur bij onze plaats van bestemming zijn. Hm? Dus even doorpoeteren. Oh, maar daar is wel een heel cool meertje. Daar kun je lekker iets zwemmen. Of we kunnen proberen een vis te vangen voor het avondeten. Nou, en zijn daar dan die toiletten, Pieter? Ja, ja, en inderdaad. En daar staat ook een, zij is wat primitieve douche. Goh, nou, wat een verwinnerij, zeg. Ja, en nou. En dan is er nog iets. Kijk, als er iemand vannacht naar de wc moet, neem dan in godsnaam een zaklantaar mee, hè? Want het wordt hier puur donker en ik wil niet dat er iemand in een ravijn dukkelt, hè? Of bijvoorbeeld steentjes struikelt. Ja, en misschien overbodig om te zeggen, maar als er iemand echt nodig moet, doe dan zo zachtjes mogelijk, hè? Dat je de anderen niet wakker maakt. Goed. Jongens, daar moet het gedronken worden. Maar laat nog een koffie, hoor. Ik doe eigenlijk aan iets sterkers. Hey, Willem. Nou weet ik niet waarom ik met jou getrouwd ben. Ja, jongens. Wie wilde een scheutje whisky in zijn koffie? Oh, ze mag het ook zonder koffie? Ja, maar ik wist toch, maar dan moet je wel in je koffie koken. Dat maakt mij niet uit, dat is een rij. Ja, nou, ik weet niet of dit verstandig is, hoor. Ja, ik kan het jullie natuurlijk niet verbieden. Ah, maar een vakantie, ja toch? Ook een slokje, Pieter? Oh, nee, ik drink nooit, nee. 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 Oké. Nooit? Nee. Ik bedoel, echt nooit? Helemaal nooit? Nooit gedaan ook? Nou ja, ja, wel, ja, vroeger, heel vroeger heb ik eens een keer zo'n glaasje van het vieze spul gedronken. Nou, ik dacht dat ik meteen van de wereld was. En toen heb ik het helemaal afgezworen. Ja. Dat het bestaat. Ja. Arjen? Nou, ik zeg geen nee. Ja? Arjen! Oh. Wat is er nou? Je weet dat ik er een hekel aan heb als jij zit te drinken. Misschien ga ik er wel beter door afwassen. Arjen, ze bedoelt het goed, hoor. Ja, het is iets tussen mij en mevrouw Joyce, dank je. Ik ook, schat. Ja, oké. Zo, sorry. Roos. Zo. Lieke. Zo. En ik zelf nog. Nou jongens. Dan zou ik zeggen. Jongens, proost hè. Op een fijne vakantie. Hey. Wilde iemand nog wat koffie erbij? Nee. Nee? Oh, nou ja. Ja, ik heb gewend dat ik altijd als laatste aan de koffie zit hè. Maar ja, ik drink dan wel geen alcohol. Maar ik drink meer koffie dan ooit goed voor me zou zijn, maar ja. Dat jij nog kan slapen als jij zoveel koffie drinkt. Oh ja hoor, al zit ik op de rand van mijn bed met zo'n pot vol, ik drink hem leeg, ik ga liggen, ik ben weg. Ach, heerlijk. Ja. Ja, zeker heerlijk. Ja. Twee flessen maar. Ja, ik kreeg geen drie flessen in mijn rugtas, dus dat is genoeg. Pieter, komen wij onderweg nog een slijter tegen? Nou, ik ben bang van niet, Roos. Helemaal geen winkels. In de bergen zeker. Nou, ik ben mijn nagellakken niet hoeven vergeten, dus ik hoop dat. Maar stel dat je onderweg iets nodig hebt, medicijnen of weet ik wat. Hoe moet dat dan? Nou ja, dan bel ik het hoofdkwartier
En dan wordt het naar ons toegebracht. Ja, dan weet ik nu al dat ik binnen een dag of twee, drie, pakweg vier, dringend behoefte zal hebben aan een medicinaal drankje. Genaamd Johnny Walker. Toepasselijke naam eigenlijk. Liefst Black Label. Maar ik doe het ook voor rood hoor, of een ander merk. Ja, ik weet het niet. Ga door nou maar, ja, man. En Ellie Mover en dan het liefst van Max Factor. Ja, goed. Nou, excuseer me dan even. Oké. Zeg, die Pieter, die drinkt nooit, hè? Nee. Ik zou wel eens willen meemaken hoe hij zou reageren als hij wel een slok op heeft. Maar hij wilde niet. Wat niet weet, wat niet deert. Opletten, hé. Hey. Opletten. Zeg, ik heb zitten nadenken. En toen dacht ik, nou ja, eigenlijk kennen wij elkaar helemaal niet. En toen dacht ik, nou ja, kijk, ik heb een keer in therapie gezeten. En daar moesten wij als kennismaking allemaal iets over onszelf vertellen. En dat was ontzettend leerzaam en bovendien een hele goede manier om elkaar beter te leren kennen. En nu dacht ik misschien... Maar lieverd, dit is geen therapiegroepje. Nee, maar ik dacht gewoon... Nee. Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee. Ja hoor, Lieke. Ja? Ja, ik bedoel, tenslotte zitten wij 10 dagen met elkaar opgeschreven. We kennen elkaar nauwelijks. Dank je, Joyce. Nou, ik weet het niet hoor. Hoe moet dat dan? Zo van... Ik ben Willem en ik ben een moordenaar. Nee. Hij maakt maar een grapje. Sorry Willem, mijn vrouw is wat angstig en erg gevoelig. Zeker na zo'n enerverende dag als vandaag. Hey, neem dan een lekkere borrel. Dan slaap je lekker op en je ontspant ook nog. Ik mag absoluut geen alcohol bij mijn medicijnen. En trouwens, ik lust het ook helemaal niet. Dat zou ook geen goed idee zijn, want dan is het de hele nacht aan het overgeven. Oh. Nou, begin de dan maar niet aan. Eens even kijken. Willem, gebruik hem goed. Check hem eventjes, hè. Die is voor jullie samen. Nou ja, Joyce dan, hè. Hij heeft jouw zak van daar, hoor. Ja. Goed, dan ga ik maar eens eventjes eindelijk aan mijn koffie beginnen, want het wordt helemaal koud. Zo. Oh, wat Vicky zegt. Nou. Oh. Wat lekker! Ja. Heerlijk! Is prima koffie, Pieter. Ja. Hij zegt, Pieter, Lieke die had het net over een soort kennismakingsspel. Lijkt jij dat nou ook niet te goed? Ja, nou, hoe gaat dat dan? Nou, kijk, dan trekken we een loodje en diegene die dan het loodje trekt, die mag dan de andere aanwijzen. En dan mag je allemaal iets persoonlijks over jezelf vertellen en daarna mag je één persoon één vraag stellen. En die vraag, die moet naar eerlijkheid worden beantwoord. Leuk, hè? Ja, wacht eens even. Als iemand mij gaat vragen wat een banksaldo is, ga ik dat echt niet vertellen, hè? Nee, vooral omdat jij nog niet weet of hier iemand van ons bij de Fiat werkt. Ja. Niet dat soort van vragen, maar gewoon wat je lievelingskleur is. Oh ja, natuurlijk. Dat is wel heel belangrijk om te weten tijdens zo'n vakantie. Nou, Willem. Als jullie het allemaal willen, dan weet ik het ook best. Maar wie begint er dan? Nee, wacht. Ik heb het vanmiddag in de tent, toen ik in de tent lag, al een pizzeltje voorbereid. En kijk, ik heb hier briefjes. 6 briefjes met al onze namen erop. En dan gaan we straks eerst allemaal iets over onszelf vertellen. En daarna mag je degene die op het briefje staat, mag je die ene vraag stellen. En die moet dan dus naar eerlijkheid beantwoord worden. Roos, jij mag beginnen. Oh. Zo. Ik vind het best. Nou, Arjen, jongen, bof jij even. Inderdaad, Arjen. Goed, ik ben dus Arjen. En ik doe de ontdukna. Oh, Pieter, kijk naar Arjen. Die kostelijke koffie. Ja, ik denk dat ik nog maar een bak neem. Wacht maar, ik schenk wel even in, Pieter. Oh, wat aardig. Ja, dat is Willem. Jo, dan voel ik gelijk onze glazen. Nou ja, ik ben toch bok ook een beetje bij, hè? Zo. Doe nou, luister nou, Arjen. Goed. Ja.
In het dagelijks leven ben ik bedrijfsleider bij de bibliotheek. Dat is wel een Haags bakje hoor, Willem. Eens kijken. Ah ja, ja, je hebt gelijk, ja. Heb ik jou ook zo weinig gegeten, Joyce? Nou, dat gaat wel hoor, maar... Arjen! Oh. Ik doe ook... Ja, dat komt omdat ik er van boven op neerkijk en dan kan ik het niet zo goed inschatten. Dus zeg maar als het er weinig is hoor. Jullie moeten wel luisteren. Hè? Ja, Willem, nou moet je even stil zijn, want Arjen vertelt net dat hij een boekhandel heeft. Nee, Arjen is bedrijfsleider bij de bibliotheek. Heerlijk, heerlijk. Ja, ze maakt dat meer zeker, hè Pieter? Ja. Ik zal je nog een bakje geven. Ik heb nog nooit zo lekker een koffie gedronken. Fantastische koffie. Dankje, wel Willem. Nou, jongens, hij is alweer leeg. Oh jee. Nou, ik zelf nog, zou ik zeggen, wederom jongens, proost op een fijne vakantie. Rutje. Daar ken ik een rijmpje op. Ja. Dat mag ik niet zeggen van mijn moeder. Jullie moeten wel luisteren naar elkaar. Ik bedoel, anders heeft het helemaal geen zin. Ja, ja, Arjen. Ja, ga door. Ga door. Okay. Ik vind dit verdomd goede koffie. Al zeg ik dat zelf. Verdomd goed. Ja, Pieter, nou weten we het wel. Ja, nou, ik wil alleen maar dat jullie weten wat jullie missen. Oh, maar wij missen niets hoor, Pieter. Doe nou! Ja, Arjen was aan het woord. Jongens, laten we nou even naar Arjen luisteren. Ja. Arjen. Mijn hobby's zijn nou. Daar ben ik het dus niet mee eens, want we missen wel degelijk iets. Ik mis mijn nagellak remover. Je moet zien, de boel begint al aardig te blokken. Kennissen. En ik mag graag een beetje... Oh, geef je mop dan maar aan. Oh, graag. Geen remover. Nee, sorry. En moet je nou kijken wat een armoedig gezicht. Ik was van de nagellak, maar ik heb er hier dus helemaal niks aan. Dat is toch jammer? Moet je die Pieter het eens naast de zin zien hebben? Je zou bijna denken dat hij ook een borrel op heeft. Nee, het denkt helemaal niet. Maar het is wel lekker goedkoop als je zo vrolijk kan zijn zonder borreltje. Kijk eens naar Lieke. Wat is er, Lieke? Heb je pijn gedaan? Ik is Mikkes vrouw, ik geef de ik aan jou. Ik geef de ik aan ander man die dik. Ik ga naar bed. Ah, ben je moe? Wat is er nou? Lekker. Ja. Nee, voor de dag mee. Ik wil het er liever niet over hebben. Je ziet moet je het er verdomme niet mee, Joyce. Als Lieke in de bed wil, dan biel ze naar bed. Kom maar, Lieke. Ik zal je pillen geven. En neem ook maar een slaappil, of twee. Heb je een water bij je? Ja. God, wat voor huwelijk is dat? Een doorsnee huwelijk. Tamelijk ongelukkig dus. Wat bedoel je daarmee? Niets. Nee, wij voor hebben een uitzondering op die regel. Dat ga ik je vannacht bewijzen, weet je nog? Ja. Nou, als jij in die tempo blijft doorschenken, dan verheug ik me daar nu al op. Het kan een kort nachtje worden. Ja, ik weet wel in ophouden. Nou, ik bedoel eerlijk gezegd iets anders. Wat dan? Laat maar. Vrouwen? Ik zal ze nooit begrijpen. Hé, hey Pieter, heb jij een vrouw? Hé, wat? Of jij een vrouw hebt thuis? Ja. Ik heb drie vrouwen thuis. Drie? Ja. Drie. Nee, maar... Ja. Kijk eens aan. De nieuwe Anton Heijboer is opgestaan. Zo, Pieter. Dat had ik niet achter je gezocht. Over vandaar natuurlijk dat je in de bergen steeds op adem moet komen. Ja, die poesjes. Ja. Kort haar. Wees kort haar. Of het waren als de details maar ook. Nee. Ik wil even als monoloog haar. Hè? Ja. Ik wil namelijk wel eens weten hoe jij dat nou doet. Zo weer. Ja. Kijk, zwarte met een beetje blond en een beetje. Ja, dat is genoeg hoor, Pieter. Ik heb ook nog een zipjasje. Wat? Zipjasje.
Een super zus? Ja. Wat voor een variant is dat? Een kale? Nee, geen kie, met allemaal streepjes. Ja, van de oortjes tot de staart, alleen het puntje van de staart is niet. Teuntje, Lientje, geestje. Ja. Zijn het katten? Nee, het zijn geen katten. Het zijn poesjes. Hey, lief. Ja. Ja. Vrouwen kunnen ook heel goed katten zijn, hoor. Oh, ja. Sterker, de meeste zijn dat ook. Ja, hoor. Zo, ik heb er een extra slaappil gegeven. Die wordt morgen voor 8 uur niet wakker. Nou, is ze weer een beetje bijgetrokken? Jullie moeten haar maar niet kwalijk nemen. Ze heeft een beetje een lastig verleden en is daardoor erg onzeker. Het is voor jou ook niet makkelijk, hè? Ach. Nee, serieus hoor. Ik bedoel, ja, ze is best wel een lekker wijf en zo, maar... Het lijkt me nou niet echt een type waar je nou eens lekker lol mee kan trappen, hè? Lekker uit de band springen. Seks is niet het enige dat telt. Nee, natuurlijk niet, maar ja, als ik op de schop ben, moet ik het zeggen hoor, of als ik te ver ga, maar, wat heeft ze dan wel? Willem, bemoei het er niet mee. Nee, bemoei jij je nou eens eventjes niet mee? Heb je nooit eens een keertje de behoefte om je hondje in een ander tuintje uit te laten? Willem, nou, ja zeg! Nee. Ik heb ervoor gekozen en tja, dan zit je eraan vast. Nou, dat klinkt ook niet aan. Jij weet het wel erg goed allemaal, hè? Je zit je de hele avond aan met Lieke mij te bemoeien. Waar haal je het lef vandaan? Nou, wordt die mooi. Ik bemoei me helemaal nergens tegenaan. Je hebt het niet eens in de gaten. Dat maakt dat alleen nog maar erger. Ho, geen ruzie, hè, jongens? Je bent gewoon zo druk en gevoelig dat ze alle wijsheid in pacht heeft en die constant met zichzelf loopt te pronken. Ik? Ja, ja. Ik ben nog niet moe hoor. Ik kan nog uren lopen. Ik heb geen hulp nodig bij de klim. Ik help het wel hoor. Dat is ook niet erg aardig. En we slijmen maar met die Lieke. Al die zaklantaarn uit mijn gezicht. Hoezo? Je dat we zo graag in de scheiden hebben staan. Nou, zo voelt dat. Ja, zo voelt dat dus. Hou op, druk. Schijt toch uit, man. Nou ben ik het zat, zeg. Jullie kunnen schijnbaar niet met z'n tweeën door één deur. Prima, hoeft ook niet. Maar probeer het een beetje beschaafd te houden, alsjeblieft. Die vindt het hartstikke gek. Het is toch geen wonder dat ze van. Hou je bek! Doe het niet! Nou, ophouden, hè? Stoppen, alle twee! We hebben vakantie, we zitten 10 dagen met elkaar opgeschreven en daar kunnen we geen ruzie bij gebruiken. Dus blijf een beetje bij elkaar uit de buurt en houd een beetje gezellig onder elkaar, hè? En voor de groep. Ja? Nou? Arjen? Ja. Oké. Joyce? Hé, wat is dat nou zo moeilijk? Daar moet op gedronken worden. Hé, Haro. Zeg, hou jij er rekening mee dat als jij er vannacht uitkomt, ik geen zin heb om een zoekactie te moeten starten? Ach. Kan ik voor jou geen slaappil lenen? Lenen? En hoe? Waarom moet jij die dan weer teruggeven? Scherp, ja. Jij bent nog veel te helder. Jij hebt niet te veel op, dat blijkt wel weer. Ah, Roos, wil jij even voor ons inschenken? Ik moet even plassen. Neem je de rol mee? Dat is helemaal niet nodig. Ik moet even met mijn boodschap doen. Nee. Wat nou nee? Niet bij de schuur. Ik ga echt helemaal naar die kuil lopen hoor. En trouwens, dat is goed voor de vegetatie. Oh, wat ben jij toch een misselijk mannetje. Gewoon de keer dat jullie het niet kunnen. Ja, bijna bijna. Een beetje bij. Lekker. Oké. Zeg, die Pieter, die lijkt wel helemaal van de wereld. Dat is toch ook gek? Willem? Ja? Heb jij soms wat in zijn koffie gedaan? Leuk, hè? Oh, wat erg! Wel, nee. Die is morgen hooguit een beetje duf.
die slaapt straks als een os. We zullen allemaal wel dus zijn morgen, denk ik. Hey, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hebben jullie ook goed geslapen? Nou, ik wel. Ik heb alleen heel raar gedroomd. Ja, ik zat in een helikopter. Ja, en die wieken die draaiden, die hele helikopter die ging maar op heen en weer en op en neer. Ik werd helemaal luchtziek. Maar die draaiende wieken, die waren nog wel echt. Ja, als ze niet zouden draaien, zou ik ook niet best zijn. Ja, dat heb jij een punt. Nou, dan moet ik even naar de wc en dan gaan we het kamp opbreken, hè? Oh, Piet, mensen. Pieter, jij bent even weggedobbeld, maar het is nog avond. Ja. Ja, wij hebben de hele nacht nog vroeg. Ja. Meen je dat nou? Ja. Ja, dat is echt zo. Dat is toch lekker? Nou, ja, goed. Dan help hem nou even, straks valt hij zich gewoon. Jij bent er veel handiger in, Roos. Nee, ik hou hem nooit en bovendien. Dat was het nog veel te gênant, jongens. Oké. Nee, ik heb geen hulp nodig, mevrouw. Oh ja, hulp wel. Kom maar, Pieter, gaan we een fijne plassie doen, hè? Kom maar, hoor. Nog niet plassen, hè? Nee, natuurlijk niet. Kom maar, hoor, nog een beetje wat. Ik wil jullie nog wel even wat zeggen. Dat ik jullie allemaal heel erg waardeer. Ik beschouw jullie gewoon als goeie vrienden. Echte vrienden, waar je op kan bouwen. Ja, ik kan hangen, ja. Nou zo, Joyce, kan ik jullie even mijn zaklantaarn aangeven. Zaklantaarn? Om alle vrienden kunnen zien natuurlijk daar. Jeetje. Ja, geef dan maar. Ja. Oké. Bedankt voor het wachten, hè. Ja, linksaf Pieter, ons val je het water. Nou, ik heb een C-diploma. Ja, dat is heel fijn, weet ik niet. Dus ik moet niet. Wij zijn twee dikke vrienden. Jij en ik. Als het toch maar goed gaat. Oh, god. Nou, we hebben één borstel. We kunnen morgen waarschijnlijk wat langer uitslapen. Zo. Wat een ellendige vakantie. Weet je? Hoor jij niet dan? We hebben een dronken gids, een muisje met faalangst, een boekhandelaar met een te kort lontje. Geen remover. Nee. Willem op de versiertoer. En ik doe aan een beetje luxe. God, wat zou ik over hebben voor een stoombad? Of een heerlijke massage. En niet te vergeten, een manicure. Ai. Maar waarom zijn jullie dan meegegaan met die vakantie? Nou, het was toch duidelijk dat het vrij primitief zou zijn? Als je het thuis zo leest, hè, dan zijn het zo romantisch. Ja, gewoon weer iets wat anders, hè? Ja, dat is niks voor mij en voor Willem al helemaal niet. Ken jij bij die fles? Ja, maar hij lijkt zich anders wel prima te vermaken. Ja. En hij hoopt zich straks in de tent nog meer te kunnen vermaken. En dat wil jij niet? Nou, niet bepaald veel privacy als jij begrijpt wat ik bedoel. Misschien kunnen Pieter en ik dan straks even hard zingen. Kunnen jullie je gangen gaan? Oh, het idee. De liefde drijven onder begeleiding van. Ah, dan kan je in ieder geval niet voor het zingen de kerk uit. Nou, ik mag jou wel hoor. In tegenstelling tot Arjen. Schijn hem enorm te irriteren. Jongen, moet je niks van aantrekken. Die trekt wel weer bij, hoor. Kom eens hier. Ja, ik zou er gewoon nog een druppie nemen. Laat me dat maar doen. Één druppie. Zo. Ja? Nou, doe zelf maar. Ja, gaat het ook mee. Zeg.
Ja. Ja. Ben jij nog alleen? Of weer alleen? Weer alleen. Hier? Ja, alweer weer een paar jaar. Huh? Op zoek? Wel, nee. Nee? Nee hoor, dat valt prima te leven zonder vent. Ja. Ja, de mannen zullen voor jou wel in de rij staan, ja. Ik heb inderdaad, wat dat aangaat, niet te klagen. Nou, Willem is nou niet bepaald de ideale echtgenoot, hoor. Maar ik moet er ook niet aan denken dat ik alleen zou zijn. En jij dan? Werk jij? Of ben je thuis? Nee, ik werk. Oh. Ja. Aan de receptie van een verzorgingshuis. Oh, leuk. Ja, 3 dagen per week. Ja. Ja. Jij? Ik ben fysiotherapeute. Oh. Oh nee! Shit! Gezellig, hè? Wel, gaat vanaf. Nee, Roos, kom eens. Ja, wat is er? Kom eens. Ja, wat is er dan? Ik heb het alleen recht op zoenen met mijn vrouw, snap je? Nou, jij dan? Nee hoor, bewaar jij je kussen maar voor je 3 vrouwen thuis. Ja, ja. 3? Ja. Ja, dat heb jij gemist. Oh ja, ja. God, er moet er toch nog eentje zijn. Joehoe! Die slaat al, Pieter. Oh, zal deze prins haar dan eventjes wakker kussen? Nee, deze prins gaat naar zijn bedje. Nou, kom op. Kom op. Ja, okay. Die prins. Yes. Notte die dan. Ja. Goed u. Zijn moe is opgekomen. Ja, ik heb heel wat op me geweten, ja. Als jij... Het heeft me heel wat whisky gekost. Als wij zo doorgaan, dan ben jij morgen door je voorraad heen. Dan kan een gezellige vakantie worden verder. Ik vreug me er ook op. Ja, anders ik wel. Zullen we dan maar naar bed gaan? Nee, nee, laten wij nog maar even op Arjan en Joyce wachten. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn tanden even poetsen. Ja, ik ga dat je weet.
En nog een beetje Thomas daar komt. Ja hoor. Blijf staan, blijf staan. Ja, die kant op. Voor de stoppen jij. Zo, we hebben het liggen al op zijn matje gelegd. Ja, maar wel even zijn schoenen uitgetrokken hoor. Ja, en een fles water naast het bed gezet. Hij zal wel dorst krijgen. Ik denk dat ik ook maar ga slapen. Ja, ik duik er ook in. Slaap lekker allemaal. Ja, Lieke, schuif ze een stukje op. Lieke, doe nou, je ligt helemaal over dwars, zo kan ik er niet bij. Nee, opschuiven. Ja. Nee, nee, niet alleen omdraaien. Ga nou eens recht liggen. Lieke, doe nou. We zijn toch eigenlijk gek ook, hè? Wat? We hebben thuis een riootbed. Niet te hard, niet te zacht. Een goed gevulde koelkast en een ruime bed met whisky. En dan gaan we als we een keertje niet hoeven te werken en van alles prijs kunnen genieten, liggen afzien op een matje in een tentje. Nou, wat mij betreft is dat eens, maar nooit meer. Ik zie al zo'n berg op tegenwoordig, hè. Oh, sorry. Oh, ja, wacht even. Blijf even zitten. Dan kon je er even langs. Ja, ga weer. Hé, wat doe je nou? Dat weet je donders goed wat ik doe. Vind je wel lekker, hè? Dat zag ik hoor. Ik doe het heel zachtjes. Kom maar. Is dat zacht of niet? Als je even iets opschuift, kan ik wat beter bij. Ja, moet dat. Ja, misschien is het handiger als ik via de andere kant, net de andere kant. Ja? Oh, nou, het is wel bij hem op hoor. Ja, zo, met ene been. Ah, mijn rug. Schiet het erin? Ja, ik kan op weer op. Laat me liggen. Dat kan nog niet. Ja, wacht even. Dan kruip ik onder je uit, oké? Straks ziet ze me. Oh, straks ziet ze dat. Nee, dat valt wel mee hoor. Nou, kom op, dan help ik je met je broer. Ja. Waar is die? Ik veel daar ergens. Ik kan echt niet helpen zoeken nou hoor. Oh, wacht even. Ja, wacht even. Ja, ik heb hem. Ja. Zo. Ja. Zo, nou leg op je andere kant. Ja. En ook, dan kan ik die kant eventjes doen. Ah, ja. Ah, hou me vast. Ja, hou me vast. Ik doe mijn best. Dat weet ik ja.
Je denkt dat je zo dicht bij me lag, toch zo ver weg. Oh, schuldig. Is het veilig, denk je, Mirka? Je slaapt voorlopig nog wel. Je had mij gisteravond behoorlijk wat gedronken, dus je zal ook wel uitslapen. Nou, en over Pieter hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken. Het plannetje van Willem, dat heeft ons aardig in de kaart gesteld. Ja, kijk, dat was trouwens aardig overtuigend, zeg, gisteravond. Ik dacht bijna dat je echt boos op me was. Was het niet te? Nee, vond ik wel. Oh, hoe lang moeten we nou nog doorgaan met dit stiekem gedoe? Niet lang meer. Liek is enorm aan het twijfelen aan ons huwelijk. Het is ook over. Al heel lang aan van beide kanten. Maar als ik haar nu zeg dat ik wil scheiden, ben ik bang dat ik over het randje duw. Ze moet zelf met het besluit komen. En dat zit eraan te komen. En zij heeft niks in de gaten. Niets. Zeker weten van niet. Oh, kom hier, ik wil je hebben. Ik kan me niet schelen waar, als het maar snel is. Ja, ook niet in de tent als ik er eens kan. Heb jij het wel eens in het water gedaan? Nee. Kom op de beek. Smaak in mijn mond. Het is alsof ik hurt en vis heb gegeten. Oh, pijn in mijn kop. Oh, ik denk dat ik iets onder de leden heb. Klinkt als een kater. Nee, maar ik drink nooit. Ik denk dat ze gisteren wat in je koffie gedaan hebben. Nou, wie zou zoiets...
nou zoiets nou doen? Arjen of Willem bijvoorbeeld? Nee, dat geloof ik niet. Oh. Nou, geloof het maar wel. Ja, maar waarom dan? Ik heb nou geen idee. Ah. En slaapt de rest nog allemaal? Ja. Allemaal. Oh, nou. Nou, ja, laat ze dan nog maar even, hè. Ja. Oh. Oh. Zeg, Pieter. Ja. Zou jij iets voor mij willen doen? Ja, ja, natuurlijk. Zeg het maar, hoor. Niet hier. Niet hier? Nee, buiten gehoorafstand van de tenten. Oh, oké. Okay. Kom. Ja. Nooit meer. Nooit meer. Ik ben gebroken. Keihard die grond, nat, bobbelig en overal geritseld. Oh, zoek eens in. Nou, dit doe je echt niet voor je lol, hoor. Kom maar. Komen ophalen en dan moeten we naar huis. Spijtig? Ja, zeer spijtig, ja. En dat betekent dat ik dan met je mee moet, hè? Ik voel me ineens een stuk beter. Ja. Auw! Ik zie dat jullie al zijn begonnen met de ochtendgymnastiek. Nou, dat is heel mooi. En als Arjen en Joyce daar straks komen, is dat een heel fijn begin van de ochtend, hè? Ja, zo zal ik de anderen dan maar wakker maken. We kunnen toch vast zonder ze heen beginnen? Oh ja, natuurlijk kan dat. Nou, Willem heeft al het goede voorbeeld gegeven. Dus allemaal in de kruiphouding, zo, ja. En je knieën onder je heupen en je armen loodrecht onder je schouders. Ja? Zo? Ja, zo, ja. En dan ga je je ene arm, laten we zeggen de linkerarm, die gaan we naar voren strekken en dan je rechterbeen naar achteren. Zo, ja. Sorry. Pieter, ja. Ik moet even naar de wc. Oh, ja. Nou, en dan gaan we nu wisselen van armen en been. Hè? Dit is een hele goede oefening. Vooral voor je buikspieren en je rug. En voor je evenwicht. Oh. Ja, dat valt niet mee, Willem. Kan je het zeggen? Ja. Nou, dan gaan we nu eventjes de heupen wat naar achteren brengen, zo, weet je. En dan ga je net als ik doe, kijk even goed, voor je uit, drie handen pakken. En de kunst is dat je niet valt. Begrijp je? Jij ook, Willem. Ik denk dat ik een klein probleempje heb, Pieter. Nou, daar ben ik voor, dus zeg het maar. Hoppa! Ik kan me niet bewegen. Hoppa! Dat geeft helemaal niet hoor. Je moet geen ervaring hebben om deze oefening te doen. Doe gewoon in je eigen tempo, hè? Ja. Ik kan me helemaal niet bewegen. Auw! Ik ben door mijn rug gegaan, Pieter. Ik kan alleen maar kruipen. Hoppa! Zelf dat doet me verrekt als je. Weet je het zeker? Ja, natuurlijk weet ik het zeker. Ik denk dat ik hier voor de lol al die tijd op mijn handen en knieën zit. Oh god, ja, dat is een probleem. Ja, ik heb moeilijk 50 kilometer naar de berg weer te kruipen op handen en voeten. Nee, dat kan niet. Hoppa, ja. Je zou in ieder geval in het kinderspoek of rekkers komen, hoppa. Hey, mag ik nou stoppen, Pieter? Hé, wat? Oh, ja, nee, Roos, ja, natuurlijk, Roos.
Pieter. Oh, ja. Au, wat denk je eraan te gaan doen? Ja, dat is niet eenvoudig hoor. Ik ben bang dat ik een heel teleurstellende mededeling voor je heb. Ik ben bang dat voor jou hier de vakantie eindigt. Oh, dat is nou jammer. Heel jammer, ja. Maar ja, we hebben geen keuze. Oh. Nee, dat is jammer, ja. Ja, vooral voor Roos. Nou, nee, Roos kan best met ons mee hoor, zij in het ziekenhuis gaat. Oh nee, geen DK hoor. Nee, wij zijn in gemeenschap van rugklachten getrouwd. Ja. In voor- en tegenspoed. Oh, Willem? Ja, ik vind het heel erg lief dat je je zo voor me opoffert hoor. Maar het ziekenhuis, wat hoor ik nou? Ja, Bill is door zijn rustigheid, kan geen voet meer verzetten. Oh jongens, ja, ik wou dat ik even kon gaan liggen. Ja. Nou, ik ga Joyce wakker maken hoor. Wacht maar even. Ik ben toevallig heel handig in dit soort dingen. Oh. Ik help je wel even. Dat doe je wel voorzichtig. Ja, ja, dan help jij ook wel even. Ik weet niet precies hoe het moet hoor. Nou, ja, ik ben alleen maar aan als kind, maar. Zachtjes, hè? Zachtjes. Naar een ziekenhuis hoor. Ja, nou dat zal toch moeten hoor. Je hebt medicijnen nodig, pijnstillers, spierontspanners en een dokter. Dan slaat die man voor jou altijd zo lang uit? Normaal niet, maar hele vakantie wel. Lekker toch? Ja, nou, nee, hij moet meteen komen. Ja, ik vind het ook vervelend, maar voor die man is het erg. Trouwens, voor de hele groep. Ja, het klopt al heel vervelend. Oké, als je er maar voor zorgt. Prima. Oké, nou, de ambulance is onderweg. Huh? Maar ja, ik kan natuurlijk niet hier op het plateauotje komen, hè? Nee. Nee. Dus die wacht beneden op de weg. En daar wachten wij ook. En Willem wordt dan omlaag getakeld door de ziekenvoet. Dus die kunnen dat heel goed door Willem. Willem, kan ik verder nog iets voor je doen? Heb je iets nodig of zo? Ja, liefde. Oh. Dat kan ik je niet geven. Het lijkt me nou toch beter dat we de anderen ook wakker maken, hè? Arjen, als jij Arjen doet, hè, dan doe ik het. Joyce, wakker worden! Arjen? Hallo! Krijg nou wat? Dus hij is er niet! Hè? Joyce, wakker worden! Wat kan hij nou zijn? Misschien de dames, misschien even in die tent kijken. Is misschien toch een moordenaar in ons midden? Ja. Zijn ik er niet? Willem, dat is niet leuk! Nee. Oh ja, opgevlogen. Oh, misschien wel een seriemoordenaar. Zijn we allemaal op tijd wakker geworden? Want wie weet wie de volgende zou zijn geweest, hè? Oh! Willem, dat is niet leuk. Hou op! Nee, nou, ja. Het is heel vreemd. We zullen moeten gaan zoeken. Mag ik bedanken? Ja. We kunnen toch eerst roepen? Ja. Arjen! Arjen! Joyce! Arjen! Geen reactie dus, we moeten gaan zoeken. Nou, wat een vervelende vakantie. Ik heb het nooit zo slecht. Het is heel erg niet aan jullie. Nee, maar kom maar, dan gaan we. Alsjeblieft, hè, blijf bij mij in de buurt. Ik heb geen zin om nog meer mensen kwijt te raken. Huppakee. Zeg, ik blijf wel hier om het fort te bewaken hoor. Ik sta mijn mannetje. Auw! Dit is die veilig, kom op, hop! Ja, nou en dan wil ik zeggen dat als je naar de andere kant op gaat, hier, nee, dat kan niet, ze kunnen gewoon die kant niet op, ze zullen toch niet teruggegaan zijn. Nou, waarom zouden ze? Ja, misschien zijn ze gaan zwemmen? Nou, dat hoop ik niet zeg, want het water in die beek is ijskoud en ze zijn al een hele tijd weg. Oh god. Ja. Hallo? Hallo? Ik weet niet waar ze zijn hoor. Hebben jullie ze niet terug zien gaan of zo? Nee, helemaal niet. Nee, mijn beste Watson. Nou ben ik natuurlijk erg druk geweest met mezelf. Hè? Ja, zoals ik altijd. Ja. Nou goed, wat moeten we doen dan?
Zijn ze terecht? Ik geloof het wel, ja. Oh. Maar ik weet het niet. Ik heb niks gezien, maar hebben ze weer weggestuurd. Vreemd? Ja, heel vreemd. Ik vind het ook heel vreemd. Ik bedoel, ja. Au! Au! Oh, 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 nou, ik ben zo druk, hoor. Au. Alles is oké. Okay. Ik barst nou zo langzamerhand wel van de nieuwsgierigheid. Jij niet? Ik ook. Ik vind het ook heel vreemd allemaal. Ik bedoel, het is mijn man. Ik vind het heel vreemd allemaal. Ja, nou, ik vind het helemaal een beetje vreemd, de vakantie. Wat dat er gaat, ben ik blij dat het voor mij is afgelopen. Nou, het ziekenhuis lijkt me ook geen pretje anders. Oh, vergeleken. Die matjes hier in dat tentje is een ziekenhuis met een 5-sterren accommodatie. Maar maak je maar geen zorgen hoor, dit heerschap, die blijft daar niet. Vanavond zit ik met mijn lieftallige vrouwtje in een vliegtuig richting Amsterdam. En vanavond vieren we dat met een black label met ijs. Oh. Ik hoop het voor je. Zo, nou is het zaak dat jullie zo snel mogelijk warm worden, want anders moet ik nog een ambulance hebben. Hè? Dus deze mensen moeten warm gegeven worden en dan moeten ze zo snel mogelijk in de kleren. Dus, Lieke, als jij Arnhem even wil doen, en wie wil dan Joyce even doen? Oh, ik zou me graag als vrijwilliger aanbieden, Joyce. Ja. Maar helaas. Dat kan niet. Nou, ik doe het wel, hoor. Oh, oké. Okay. Nou, dat lijkt me geen goed idee. Als Roos moet gewoon bij Willem blijven, die heeft het al moeilijk zat. Pieter, ik zal Joyce wel even helpen. Als jij Arjan wil doen. Kom maar, maar Joyce. Ik zal jou eens even lekker warm wrijven. Koud, hè? Kom maar in de tent. Kom maar hoor. Ja. Au! Wat was het toch allemaal? Het was zo gênant! Oh, ze lagen daar met z'n tweeën in de bosjes en Arjan lag bovenop Joyce. Nou. Bovenkomt. Nou, als ik hem moet geloven, was het meer een sociale daad. Oh! Zo heb ik nog nooit genoemd. Wie zal het onthouden? Nou, het schijnt dat je in geval van onderkoeling elkaar het beste warm kunt houden door huid-op-huid contact. Oh, vandaar dat ik wat zo warm krijg, hè, als we met z'n tweeën... Nou, ze hadden onafhankelijk vanmorgen van elkaar het idee opgevat om een frisse ochtendduik te nemen. In een naki? Ja. Nou, ken dat ook, ja. Ja. En toen kwamen ze elkaar zomaar tegen in de beek. Ja. En toen ging Arjan heel discreet als eerste het water uit. En toen bleek dat hun kleren weg waren. Hoe kan dat nou? En toen dorsten ze niet meer terug naar hun tentje, zo in hun naki. Aha. Ja, zeg dat wel. Aha. Geloof jij het? Geen woord. Nee, ik bedoel... Wie doet nou zoiets, hè? Kleren pikken? Nou, jij bijvoorbeeld. Oh, ik heb een alibi. Au! Ja, dat is waar, ja. Nou ja, wat een onzin ook. Maar laten we nou maar net doen alsof we het geloven, voor Lieke. Die Arjen, hij heeft toch meer smaak dan ik dacht, hoor. Ik vind hem een klootzak. Oh. Benijd hem ook wel een beetje. Ja, zeg. Hij heeft een lekker stukje gezwommen, toch? Zeg, hou je op.
Oh, god zo. Geef eens een kus. Waarom? Jeetje, wat ben jij romantisch, zeg? Omdat ik je man ben en toevallig ook nog eens een keer van je hou. Gek. Hè? Omdat ik snak naar liefde. Nou, vooruit dan maar. Zo. En omdat ik blij ben dat jij het niet was die onder Arjen lag. Nou, zeg, Arjen kleedt zich nu aan hoor. Nou, Joyce is ook weer een beetje op zijn buik. Nou, een beetje afkoelen kon in ieder geval geen kwaad hoor. Nou, ik denk dat we nu toch beter kunnen gaan opruimen hoor. Want als Willem daar straks wordt opgehaald, dan kunnen we zo snel mogelijk vertrekken. Hè? Ja. Ja. In afgeslankte vorm. Ja, dat wel. Ja, dat is natuurlijk erg jammer. Maar ja, ik denk dat Joyce en Arjen nu ook weer geen zin hebben om nog door te gaan, hè? Denk je ook niet? Ja. Nou, ik zou dan maar met mijn tentje gaan beginnen. Laten we met de tent van Roos en Pilbe, als jij dan de spullen eruit haalt. Ja, ga ik doen. Ja? Oh, oké. Okay. Nou, Lieke, wil jij me dan met die tent helpen? Zeker. Oké, nou. Oh, daar hebben we nog een paar handen om te helpen. Ach, Arjen, wil jij even jouw spullen uit de tent halen? Ja. En de spullen van Willem en Roos, die blijven apart staan, en die halen ze straks op. Die nemen ze mee. Maar we nemen ze toch allemaal mee? Ja. Roos en Willem reizen niet verder met ons, Arjen. Oh? Wij reizen gezellig met z'n drietjes verder. Oh. En met Pieter natuurlijk. Ja, gezellig. Ja. Oh! Joyce, daar is Joyce. Nou, ik hoop maar dat jij en Arjen jullie ruzie een beetje bij hebben gelegd gisteravond. Nou hoor. Fijn. Oh, wat is dit toch een heerlijke ochtend. Ik ben echt zo gelukkig. Fijn. Ja. Oh, en daarom vind ik het ook zo zielig. Voor Willem. Ja, en voor Roos natuurlijk ook. Nou, dat hoeft niet hoor. Nou, als je zo gelukkig bent als ik deze ochtend, dan wil je gewoon dat iedereen gewoon net zo gelukkig is als dat je zelf bent, begrijp je? Ben jij ook gelukkig, Pieter? Ja, met drie poesjes thuis, tuurlijk, zeker. Ja. Dat wist ik wel. Ik voel dat aan, dat soort dingen. Arjan weet Arjan weet dat ik altijd exact voel hoe hij zich voelt. Hè, Arjen? Ja. Ja. Ja, Pieter. Ja. Jij bent gelukkig. Ja. Arjen, help jij Pieter even? Ja. Joyce lijkt mij wat minder happy deze ochtend. Hè, Joyce? Net als Arjen trouwens. Ik voel dat feilloos aan, begrijp je? Ik kan dit niet hoor, sorry. Nou, het is heel simpel. Het is gewoon een kwestie van heel stevig oprollen. Ik word hier gewoon hartstikke zenuwachtig van. Ja, dat heb ik ook heel vaak. Ja. Maar weet je, als je dan toch gewoon doet, dan blijkt 9 van de 10 keer dat je het eigenlijk heel erg goed kan. En dan voel je je na die tijd zo goed over jezelf. Dan voel je, dat heb ik van diezelfde therapeut geleerd. Niet te gauw opgeven. Oh. Je zit wel op je praatstoel, Lieke. Oh, kut, zeg ik te veel? Nee, dat niet, maar het valt me gewoon op. Ja. Kat dit. Oh. Ik heb echt zo'n zin in de komende dagen. Ja, anders ik wel. Oh. Ja. Jij ook, Arjen? Ja, nou. Lief, Joyce? Hè? Heb je, ik zei dat ik zo'n zin had in de komende dagen. Ik vroeg me af of jij er ook zo'n zin in had. Heerlijk. Heerlijk door Amsterdam zwerven. Heerlijk.
Amsterdam? Waterlooplein? Rembrandtplein? Albert Cuyp? Hoe bedoel je? Ja, schatje. Ik bedoel, zet mijn spulletjes ook maar even apart. Oh, sorry. Schat, ik had het tegen Pieter, lieverd. Ja. De taxi komt direct achter de ambulance aan. Ik geloof dat je me nou even kwijt bent, Ollieke. Oh, maar het is echt heel simpel. Ik trek mijn 14 dagen terug. Ik ga 14 dagen op Teugje, Lientje en Gees verpassen. En Amsterdam onveilig maken. En na 14 dagen brengt mijn goede vriend Pieter mij weer naar huis. Ja, dus lieve Arjen, je hebt nog 14 dagen om je spulletjes te pakken. En wat er na 14 dagen nog staat, dat wordt vernietigd. Ga de latrine dichtgooien. Assertief zijn. Ja, jij hebt wel heel wat geleerd op die cursus, hè? Ja. Het wordt daar wel een heel klein gezelschapje, Pieter. Ja, dat is wel jammer, ja. We zullen proberen om ons doorheen te slaan, hè. Zeg, hadden jullie al lang wat samen? Want dan heb ik het wel goed verborgen weten te houden. Wel, nee. Maar wat niet is, kan trouwens nog komen. Ja, dat is zo. Ja. Ja. Pieter, help mij gewoon een beetje. Zeker sinds ik hem verteld heb hoe de vorige keer in de steel zit. Ja. Je hebt wel de ludieke manier gevonden, hoor. Ja. Ja, ik wist namelijk al een tijdje dat er meer tussen hemel en aarde was, zeker 5 maanden. En die ludieke manier, dat klopt. Weet je wat het is? Als je zo lang wordt bedrogen, dan wil je wel een beetje raak. Ja. En niks menselijks is mij vreemd. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, Lieke. Het spijt me. Het spijt jou helemaal niet! Wat jou spijt, is dat jij hier voor ieders ogen totaal bent afgegaan. Ja, maar het hoeft jou niet te spijten hoor. Ik doe Arjan met liefde aan je over. Ja, dat is wel erg straf genoeg. Ja. Zo. Zeg, hoe had jij ze door vanmorgen? Ik had ze al 5 maanden door. Bedoel je dat je al die tijd al wist dat... Zo, dat je dat voor je kon houden. Dat kon ik ook helemaal niet. Nou, mijn therapeut vertelde mij dat ik alsmaar onzekerder werd. En doordat ik allemaal... Hij zei dat er eigenlijk maar één iemand was die daar wat aan kon doen. En dat ben ik zelf. Ja, inderdaad. Dus, dat heb ik vandaag gedaan. Goed hoor. En nu ben ik heel erg opgelucht. En blij. Zo, even de laatste spulletjes opruimen. I got the troubles in the old kick bag and smile.